Dan gaan we het ook over Forum voor Democratie hebben. Want Kamerlid Gideon van Meijeren die wordt vervolgd. Ja. En dat heeft alles te maken met twee filmpjes waarin hij suggereerde volgens de OM... dat geweld tegen de overheid geoorloofd en misschien zelfs noodzakelijk is. Nog even, hoe bijzonder is het dat een Kamerlid vervolgd wordt? Ja, we zien het niet vaak dat politici vervolgd worden. Het is natuurlijk in het verleden wel gebeurd met Wilders. Ik kan me Henk Krol nog herinneren. En zelfs Rutte is in zijn tijd als staatssecretaris ooit vervolgd. Maar dat was nooit voor opruiing. In dit geval gaat het dus specifiek om opruiing. Waarbij hij woorden zou hebben gebruikt die opriepen tot geweld. Nou ja, dat heeft het OM dus grondig onderzocht. Daar zijn ze bijna een jaar mee bezig geweest. Zij zelf zien dat natuurlijk heel anders. Ja, zij zelf zien dat heel anders. Ik zag Baudet al heftig reageren, ook op Twitter, met dat dit een politiek proces zou zijn. Dat de timing wel heel opvallend is nu net voor de verkiezingen. Dus zij zien dat zelf, zien ze het als iets heel anders. Hoe ziet u het? Ja, weet u, je hebt in Nederland scheiding der machten. Dus ik ben kandidaat Kamerlid. En dan is het buitengewoon, ik vind het niet gepast om me dan uit te laten over het Openbaar Ministerie, wat onderdeel is van het rechterlijk proces, om te zeggen wat ik daarvan vind. Dat moet je gewoon niet doen als politica, vind ik. Nee, oké. Maar er zijn natuurlijk, en daar is de laatste tijd al vaker over gegaan, van dat BBB sluit natuurlijk helemaal geen partijen uit om eventueel mee in een coalitie te zitten. Blijft dat ook zo, mocht hij bijvoorbeeld toch uiteindelijk veroordeeld worden voor opruiing? Volgens mij is dat iets wat pas over een hele tijd duidelijk wordt. Want dan moet het komen tot een zitting. Dat kan een hele tijd. Dat niet meer duidelijk. Dat gaat echt een hele tijd duren. Nee, maar een formatie uitspraak kan ook vrij lang duren. Ja, formatie kan vrij lang duren. De BBB wil trouwens niet dat soort formaties met dichtgetimmerde regeerakkoorden. Wat je elke keer ziet is dat iedereen daar buitengewoon ongelukkig van wordt. De problemen niet oplost. Dus de vraag maar is of het zo lang gaat duren. Dan in de weg, vooralsnog. Uiteindelijk is iemand onschuldig totdat het tegendeel bewezen is en er een veroordeling is. Dat is een andere pijler van onze rechtsorde. En daar hou ik ongelooflijk van. Ja, en voor de achterban van Forum, maakt het daar wat voor uit? Nou ja, we zien dat de achterban van Forum sowieso al wantrouwend is richting de overheid, maar ook bijvoorbeeld tegen de rechterlijke instantie. Dus ik vraag me af of het heel erg invloed heeft op bijvoorbeeld hun verkiezingscampagne de komende tijd. Ik denk dat dat niet zoveel uitmaakt voor hen. Met Mona